allemaal. Ik sta hier in Ochterop in verband met het optreden van de Mitches. Scala Basement en Dedicated Break Unite. Zij verzorgen een avond vol mooie muziek en dans genaamd Hall of Fame. Welkom!
Hallo allemaal, ik sta in Ochterop en ben in optreden van een Midgets van de Hall of Fame. En naast mij staan Shirley en Ade. Hallo. Hi. Hi. Leuk dat jullie er zijn om dit op te nemen. Ja, inderdaad. Heb je genoten van het eerste stuk? Ja, wij hebben zeker genoten van het eerste stuk. En jullie hadden een spetterend begin. Ja, ah, ja, het mooi. Ging superleuk. Ja. Zijn we ook heel blij mee. Ja, daar zijn we heel blij mee. We gaan in het tweede deel gaan we nog veel meer laten horen. Ook heel gevoelige muziek. Dus niet alleen het geweld met de big band. Maar ook weer met de dansers. En met Dedicated Break Unit. En met de Scala Basement Big Band. Daar gaan we weer een mooi tweede deel van maken. Ja, dat ging hartstikke mooi. We hebben ervan genoten. En nu staan de dansers nog even op podium in de pauze. Kunnen wij even een drankje doen en even kijken. Maar jullie gaan er straks nog een mooi eind aan maken. Ja, zeker. Heb je zin in? Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja, en hele mooie liedjes zingen jullie allemaal. Ja. Wat ligt het koor het best? Nou, het makkelijkste is bijna redelijk gevoelige muziek. Maar wat het leukste is om te zingen is vaak up-tempo. Gewoon vlot, moderne popmuziek. Die aansprekend is, ook voor wat jonger publiek. Hè, dus niet alleen maar, niet meer de oudere nummers, maar alleen maar modernere popmuziek. Ja, hartstikke leuk. En hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? We bestaan 20 jaar en sinds 5 jaar zijn we zelfstandig. We maakten altijd onderdeel uit van Scala, de muziekschool. Maar sinds 5 jaar doen we het alleen. Nou, hartstikke en sinds super. 2 jaar met een nieuwe dirigente. Leuk, ja, nieuwe dirigente. Die swingt erover. Ja, hartstikke leuk. Dat is echt geweldig. Daar krijg je ook wel meer pit van. Ja. 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 Nou, wat heel leuk is, ze heeft ons de laatste 2 jaar meer beleving laten geven aan de muziek. Noten zingen konden we al, maar zij beleeft echt de muziek en dat maakt het heel leuk. Ja, echt een feeling van binnen. Ja. Dat stralen jullie ook uit. Absoluut, ja. Nou, dat is fijn dat het overkomt, want daar werken we natuurlijk wel heel hard aan, hè, om dat te laten zien. Ja. Ja, en valt niet mee als je op het podium staat om dat dan ook te doen. Het is allemaal best spannend. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is ook zo. En hoe lang hebben jullie hiervoor geoefend? De Hall of Fame. Ik denk dat we al wel een half jaar bezig zijn met alle nummers. Puntjes op de i en gewoon zorgen dat het goed in komt te zitten. Choreografie erbij en met de big band, de dansers. Dus het is pittig. Nou, superleuk. En jullie zoeken nog nieuwe leden? Ja, iedereen die leuk wil zingen rond Meppel, die is van harte welkom om 3 keer mee te doen. We zoeken echt bassen en tenoren. Dat is maar dat is in heel veel koren. Dus mannen van Meppel, als je zingen leuk vindt, kom er lekker bij. Kom 3 keer meedoen. Daarna doe je stemtest eventueel. En als je een beetje noten kunt overnemen, dan neem je graag op. Nou, super veel succes. Dankjewel. En bedankt voor het interview. Ja, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. En geniet nog even van het laatste stuk. Gaan we zeker doen. Thank you.